Goedemiddag, kijk naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 1 maart, de dag dat normaal gesproken de meteorologische lente begint. En natuurlijk is dat vandaag ook het geval. Alleen qua weer merken we daar weinig van. Het is bitterkoud nog steeds in Nederland met flink wat graden vorst ook vanmiddag, hoewel het in het zuidoosten inmiddels net iets boven het vriespunt is geworden. Ja, dit is de modeldata van vandaag en van morgen. En dan zien we die temperatuur inderdaad oplopen in het zuiden. Maar vannacht gaat het weer matig vriezen op de meeste plaatsen. Misschien komt het op een enkele plek wel tot min 10 graden. Ook staat er een stevige oostenwind. En verder zien we ook een front onze kant op komen. Dat gebeurt morgen in de loop van de dag. Aan het eind van de middag en in de avond kan er in het zuiden van het land wat lichte sneeuw gaan vallen. En die sneeuw die trekt dan heel langzaam ook naar het midden van het land. Maar dat is allemaal voor morgen. Vandaag blijft het in ieder geval overal droog. Er is vrij veel bewolking aanwezig, maar soms breekt even de zon door. En vanmiddag was het dus zo rond de plus 1 in het zuiden van het land. Min 3 is het in het noorden van het land. En nog steeds die vrij krachtige tot krachtige oostenwind, waardoor de gevoelstemperatuur een stuk lager ligt. Vanavond blijft het ook overal droog en dat geldt ook voor de nacht. En dan zien we de temperatuur weer dalen naar zo'n min 6 tot min 9 graden. En ook die oostenwind blijft gewoon doorstaan. Dat betekent dat het voor het gevoel echt een stuk kouder is: rond de min 15 tot min 18. Morgen dan is er eerst af en toe wat zon, maar vanuit het zuiden neemt dan wel de bewolking toe. En aan het eind van de middag en ook in de avond valt er in de zuidelijke provincies af en toe wat sneeuw. Kan dan echt wit worden en ook glad. Ook in het midden van het land is later in de avond kans op wat sneeuwval. Temperatuur ligt morgen tussen de plus 1 en de min 3, nog steeds de koudste temperaturen in het noorden. Daar is het gewoon weer een ijsdag en kan er nog steeds prima geschaatst worden op de locaties waar het ijs in orde is. Ja, en dan de dagen erna. Het ziet er toch wel naar uit dat de dooiaanval het gaat redden. Zaterdag dan blijft het op de meeste plaatsen droog. In de ochtend kan er misschien nog een sneeuwvlokje vallen, maar in de middag blijft het droog bij temperaturen in het zuiden rond de 3 graden. En in het noorden nog steeds de vorst. Dus ook zaterdag een ijsdag in het noorden van het land. Die kou die laat zich maar moeilijk verdringen. Op zondag gaat het waarschijnlijk wel lukken. Dan kan het in het zuiden 6 tot 8 graden worden. Terwijl in het noorden de temperatuur oploopt naar zo'n 3 of 4 graden. Er zijn wolkenvelden, er is af en toe zon. Maar er kunnen ook nog wat buien vallen. En volgende week dan een vrij wisselvallig weerbeeld. Licht wisselvallig moet ik zeggen. Met af en toe een bui. En overdag zo'n 5 tot 8 graden. In de nachten kan het nog wel licht vriezen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.